Ook op Sportpark Squatterwort werden er deze week tropische temperaturen gemeten. Maar los van wat extra drinkpauzes werd er verder normaal voorbereid op het duel tegen Fortuna Sittard. En dat doet de ploeg met vertrouwen. Het treffen van afgelopen weekend tegen FC Twente eindigde dan wel in een gelijkspel. Er was voldoende strijdlust en op basis van het aantal kansen had SC Heerenveen de 3 punten verdiend. We staan er nu heel warm voor, op, weet je zo. Maar nou ja, ik denk dat we er heel aardig op staan. Alleen tegen Twente moet je eigenlijk gewoon je 3 punten pakken. De kansen die je hebt gehad, je hebt heel weinig kansen weggegeven. Alleen in balbezit moet het gewoon een beetje meten. En dat is eigenlijk ook het totale plaatje. We zijn verdedigen, doen we heel aardig met elkaar. We werken spijkerhard met elkaar. Ik denk dat dat goed voor elkaar is. We willen graag in balbezit gewoon beter worden. En eigenlijk, dat zal helpen als je ook de kansen benut. Maar dan krijg je ook wat meer vertrouwen daardoor. Nou, je geeft al aan, in balbezit moet het beter. Wat moet er precies beter in balbezit? Nou, we zijn gewoon wat te slordig. Hè? Dus als je kijkt naar de wedstrijd Twente, de eerste... denk ik 30 minuten dat je jezelf gewoon onnodig in problemen brengt. Door eigenlijk gewoon soms wat te veel risico's in de bal bezit. Soms is het net dat we te weinig met elkaar bewegen. Soms is het gewoon de paas heel slordig. Dus dat hele plaatje herkenbaarheid moet gewoon beter. Het is een hele gretige ploeg. Heeft dat er ook mee te maken dat het soms onrustig is om bijvoorbeeld de kans af te maken? Nou ja, je zegt zelf al gretig. We zijn jong. We zijn eigenlijk een team wat echt in ontwikkeling is. Hè. En de gretigheid die is juist ook goed. Maar dat zal ook wel eens een foutje met zich meebrengen. Maar met name in vastigheden moet het gewoon een beetje beter. Een van de spelers die dit seizoen een prima start kent is Cheryl Floranus. De rechtsback kwam vorig jaar zomer over van Sparta en heeft een stroef jaar achter de rug. Maar in het nieuwe seizoen miste de 21-jarige Rotterdammer nog geen minuut. En na zijn prestatie tegen FC Twente kreeg de verdediger een plekje in het elftal van de week. Je staat in de elftal van de week bij AD. Ja, ik heb het gezien, ja. Je bent goed op weg? Ja, zeker. Ik heb nu 4 wedstrijden goed gespeeld. Dat is alleen maar goed voor mezelf en ook voor het team. Hoe kan het dat het eigenlijk goed gaat? Ja, ik denk dat ik gewoon elke wedstrijd gewoon gefocust ben. Elke wedstrijd een finale voor mij en de finale wil ik winnen. Dus ja, voor mij is het gewoon elke wedstrijd gewoon 100% focus. Jij verhuisde ook op een gegeven moment naar de linkerkant. Waarom was dat? Ja, in de rust had de trainer een keuze gemaakt om Lucas eruit te halen en om mij links te zetten. En ik weet niet waarom dat was. Ik denk dat je dat aan de trainer moet vragen. Nou, hoe voelde jij op die positie? Ja, ik heb het al eerder gespeeld bij Sparta. Voor mij is het gewoon eigenlijk hetzelfde. Alleen ja, dan aan de linkerkant. Tegenstander Fortuna Sittard hoefde door de Europese verplichtingen van Ajax afgelopen weekend niet in actie te komen. De ploeg van trainer Sjors Ulte verloor tot nu toe van AZ en Willem II en wist tegen Heracles Almelo een punt te pakken. Voor Heerenveen is het het 3e thuisduel van het seizoen en na de 1-1 tegen Feyenoord en de 0-0 tegen FC Twente gaat de ploeg dan ook voor de 3 maal in scheepsrecht. Ja, dat zijn een van de dingen die we graag willen. En ik denk dat we dat tegen Feyenoord en tegen Twente denk ik heel behoorlijk hebben gedaan. Nou, en hopelijk kunnen we dit nu verzilveren met een overwinning. Ja, ik denk dat, dat ze gelijk gaan stomen en dat wij denk ik een spelletje moeten gaan spelen met hen. Dat ik denk dat wij ook vaak de bal zullen hebben. En wij moeten ons de best doen om daar kans uit te creëren. Maar het is zeker zo dat het geen makkie voor ons wordt. Want makkies zijn er voor ons niet. En wij zullen gewoon weer echt 100% aan de bak moeten om Fortuna te kunnen verslaan.